Hallo allemaal, mijn vaste bezoekers, abonnees. Fijn dat jullie hier eventjes bij mij komen. Ik heb even een kort bericht. Ik wil jullie even laten weten dat ik helaas voor deze komende maand, april, geen sterrenbeeldreadingen kan doen. Dit in verband met ziekte, maar ook door privéomstandigheden. Dus ik kan helaas geen readingen doen. In ieder geval niet voor de sterrenbeeldredingen. Hou wel mijn kanaal in de gaten, zou ik zeggen. Ik ga wel proberen nog enigszins, bijvoorbeeld kies je stapel doen, wat jullie van mij gewend zijn. Of dat ik weer eens tussendoor bijvoorbeeld een weekkaartreading zal doen, wanneer het wat beter gaat met mij. Zoals meerdere van jullie ook al weten, als je zelf niet goed in je vel zit, dan kunnen de boodschappen ook niet zuiver doorkomen. Dus dat is de reden eigenlijk waarom ik dus bepaald heb voor mezelf dat ik in ieder geval de sterrenbeeldreadingen wil overslaan voor de komende maand. Dus helaas moet ik jullie daarmee teleurstellen. Maar desalniettemin ga ik geheid natuurlijk weer door in mei. Dus ik kom zeker weer terug. Maar dat jullie in ieder geval weten dat jullie daar niet op hoeven te wachten voor die sterrenbeeldreadingen. Ik wens jullie voor de rest een hele goede maand. En ik zie jullie zeker graag weer terug binnenkort met een van mijn readingen. Of dan wel eventueel kaartvergelijkingen, want ik wil nog een aantal tarot decks wil ik met jullie vergelijken. Dus wie weet zie ik jullie straks wel weer terug. Voor nu, tot de volgende keer.